Dit is Art. En Art heeft een vraag. Waarom heet die burgemeester en niet burgerjuffrouw? Ja, we hadden het thuis over de burgemeester. En ik denk dat wij het over haar of zij hebben gehad. En toen kwam hij er tussendoor van, ja, waarom heet het eigenlijk een burgemeester en niet burgerjuffrouw? En daar konden jullie geen antwoord op geven? Nou nee, niet 1, 2, 3. En dat was voor ons ook wel een vraag dat ik dacht, ja, eigenlijk wel een goede vraag. Ik zou het ook niet weten. 1, 2, 3. En dus gaat Art samen met zijn moeder naar het stadhuis in Den Haag om deze rake vraag te stellen aan niemand minder dan de burgemeester zelf. Hoi, ik ben Pardin, ik ben de burgemeester. Ik ben Art. Wat leuk je te ontmoeten, Art. En wat leuk dat je helemaal naar het stadhuis gekomen bent. Kijk, en dan is dit mijn kamer. En in die kamer krijgt Art van alles te zien en te horen. Over de bouw van het cultuurcomplex bij de buren. Je ziet al waar de trap komt. En dan komen de mensen naar binnen. Die komen daarvoor naar binnen. Over de kaart van Den Haag. Dit is een plan uit 1908. Dat is echt oud, hè? 1908. En hij krijgt zelfs de burgemeestersketting te zien. Zal ik hem even omdoen? Ja. Zodat je eens even goed kan kijken. Maar Art heeft natuurlijk ook nog zijn rake vraag. Ik vind het een hele goede vraag. Ik vind het ook een hele slimme vraag. Dat je vraagt waarom een burgemeester heet en geen burgerjuffrouw. En het antwoord heeft ermee te maken, legt Pauline Krikke uit, dat de functie van burgemeester, net als bijvoorbeeld van minister, een titel is. En die is voor man en vrouw hetzelfde. Al is er volgens de Dikke van Dalen wel een uitzondering. Want soms wordt een burgemeester wel eens een burgervader genoemd. En kijk hier. Hier heb je dan burgermoeder. Zie je? En dat is dan een vrouwelijke burgemeester. Dus sommige vrouwelijke burgemeesters, die worden burgermoeder genoemd. En snap je nu ook dat een burgemeester kan zowel een man als een vrouw zijn? Ja. Art lijkt nogal onder de indruk van alles. En dus probeert de burgemeester hem een handje te helpen. Gewoon tegen mij zeggen, dan zeg je, ik heb het antwoord helemaal begrepen, zeg je dan. Ik heb het antwoord helemaal begrepen, zeg je dan. Graag gedaan hoor. En zo gaat Art, een hele ervaring rijker en hopelijk een antwoordwijzer, weer huiswaarts. Dag.